Nou, nieuwe week, nieuwe oogst. Wij beginnen bij de groene selderij. Dat is een selderij met mooie stengels, heel lekker voor in de soep. Om gerecht op smaak te brengen. Pluk eerst de buitenste stengels. Die kun je onderaan afsnijden. En houd het hart van het plant intact. En dan blijft hij lekker doorgroeien. Dus ja, leuke selderij. En als volgende hebben wij de rode pepers in de oogst. Ze hebben heel lang over gedaan, maar eindelijk hebben we wat mooie rode pepers. Ik heb nog niet getest hoe pittig ze zijn. Dus doe dat op eigen risico, zou ik zeggen. En als laatste voor deze week hebben wij wat mooie kervel in de oogst. Die takjes kun je daar afsnijden of voorzichtig afplukken. Ja, heerlijk voor in de soep. En als een leuke kruid voor erbij.